Zit door? Ja. Ja, oké, dankjewel. Oké, nou, Hans begon ermee. Wij wonen allemaal in de Nederland. Is een duurzame, dynamische delta. Dat is mooi om de plek echt te ervaren waar we in leven. Ja, ik ben Hanna-Laura Polstad, werk bij het ministerie van BZK. En werk aan het programma, innovatieprogramma Nederland van Morgen. En al langer bezig met de landmakers, met Places of Hope. Dus dat is allemaal binnen mijn, heel erg bekend, binnen mijn werktermijn. En wat is... Hoe doe ik dit nu? Ja. En nou ja, zoals jullie weten is Nederland door de mens gemaakt. Met een veel unieke landschappen in Nederland. In een netwerk van steden die goed verbonden zijn. Binnen Nederland, maar ook met de hele wereld. Het is geen één grote stad, maar juist heel erg een mozaïek tussen stad en land. Het is geen Londen, Parijs, maar juist die vervlechting tussen stad en land. Als we kijken naar de geschiedenis, 1900, nou, toen was het heel groen. In de loop van de tijd is dat veranderd. 1960, 2006 nog groter, 2020... En waar willen wij nu naartoe? Zullen we even stoppen en reflecteren? Wat ook speelt is natuurlijk de enorme transities in de afgelopen periode. Die hebben vaak te maken met grondstoffen, met die stoom, kolen, met overgaan naar de olie inderdaad. Maar ook technologische ontwikkelingen afgelopen periode. En ik denk echt, wij gaan naar een soort nieuwe eeuw van... of natuurlijke materialen, biotech en nanotech. En hoe gaan we daarmee om? Daarnaast hebben wij natuurlijk grote uitdagingen. Verschillende opgaves die genoemd waren. Maar ook enorme transitie in de overheidssturing. Waar wij net ook veel over hadden. Op deze ontwikkeling hebben wij in de afgelopen periode ook geanticipeerd. In 2011 kwam die signaalrapport over de energieke samenleving. Rond die tijd is ook de omgevingswet gemaakt, waarin heel veel sectorale wetten in één wet zijn integraal zijn samengevoegd. En waar we eigenlijk die ruimtelijke kwaliteit, dat is gebruikswaarde, belevingswaarde en toekomstwaarde, verbonden hebben met de milieukwaliteit. En wij noemen dat omgevingskwaliteit. En daaruit zijn we begonnen vanuit de nationale overheid. Met de Nationale Omgevingsvisie, provincie toen dan ook en gemeente. Daar had Hans het ook net over. Die Nationale Omgevingsvisie is vorig jaar ook vastgesteld door het kabinet. Met deze ambities, een klimaatbestendige delta, duurzaam, concurrerend en circulair Nederland. De kwaliteit van leven, nabijheid en betrouwbare verbindingen en veilig en gezond. En herkenbaar en natuurlijk leefomgeving. Dus dat zijn de belangrijke ambities van het kabinet met een aantal hele duidelijke keuzes voor duurzame energie, voor overgang naar een circulaire economie, met een flinke focus op de woningbouw. We moeten 1 miljoen woningen bouwen tot 2035, maar ook balans met het natuurlijke systeem en daaronder valt natuurlijk transitie in de landbouw en herstel van het landschap. Er zijn drie afwegingsprincipes afgesproken. Dat is dat wij echt gaan combineren van functies. Dat boven gaat enkele functiegebruik. Dat wij kenmerkidentiteit van het gebied centraal stellen. En dat wij afwentelen gaan voorkomen. Dus niet naar volgende gebieden naast of naar volgende generaties. Voor dit thema waar we vandaag over hebben, verstedelijking, zijn deze keuzes gemaakt. Wij gaan echt ontwikkelen ons als stedelijke netwerk, waar wij concentratie toch wel centraal stellen, sorry, en de openheid van landschap waarderen. Waar wij ook de versnelling in de woningbouw bevorderen, maar wel met een oog voor de omgevingskwaliteit, waar ik net over had. En wij gaan vanuit de nationale overheid focussen op 14 regionale verstedelijkstrategieën.
als je het hebt over ruimtelijke ordening, heeft het altijd met de schaal te maken. Aan de ene kant, hoe ziet zo'n duurzame wijk eruit? Maar wat betekent dat op regionale schaal? Wat betekent dat voor het Nederland als geheel? Hoe is het geborgd in de mondiale? En heen en weer tussen de schalen. Dat is echt waar ruimtelijke ordenaars altijd mee bezig zijn. Ik ben zelf nu heel erg bezig met biobased bouwen. Ik vond het een ontzettend interessant onderwerp. Ik inderdaad, bij Places of Hope in Leeuwarden hoorde ik CLT voor het eerst. Ik weet niet of jullie dat hebben gehoord, maar dat is, heet nu in Nederlands kruislaaghout. Dat is eigenlijk een hout die kruislaag gelijmd is, waardoor die ook heel sterk is. Waardoor wij ook een hoogbouw kunnen realiseren in hout. Dat is echt nieuw. Dat is echt een soort game changer in de bouwsector. En wat interessant daarbij, dat is aan de ene kant, je kan het nu eigenlijk gaan doen. Dus dat steeds meer mensen gaan het doen. Maar dat is ook het heeft invulling aan veel lange termijn doelstellingen. Dus juist denk ik, in deze tijd is het belangrijk aan de ene kant kijken naar wat willen we bereiken en wat kunnen we op korte termijn doen. En dat is juist dit. En wij zien in het rapport die we hebben voor de kerst afgerond, strategische verkenning bij biobased bouwen, zien wij dat wij kunnen meekoppelen met 7 ontwikkelingen in Nederland. Klimaat, duurzame emissiereductie, gezonde leefomgeving. Architectuur biedt veel mogelijkheden voor nieuwe bouwcultuur. Transitie van de landbouw, misschien is dit een nieuwe verdienmodellen voor boeren. Landschapherstel, maar ook herstel van de biodiversiteit. Volgende. En wij zijn nu op het punt, deze week ook 10 februari, is de City Deal circulair en conceptueel bouwen ondertekend, ook door de minister. En dan hebben wij gezegd, dus wij gaan ook flink investeren op biobased bouwen. Wij gaan ambities stellen voor komende, op korte termijn voor 2023, maar ook 2030. Dus dat is heel erg behoefte. Komt net ook uit een bijeenkomst met Holland Houtland, met die marktpartijen. Die zeggen eigenlijk gewoon binnen een jaar willen we echt een flinke stap zetten in opschaling van biobased materialen. Zo zou het eruit kunnen zien dat je echt gewoon de natuurlijke omgevingen kunt gaan verbinden met de verstedelijking van de toekomst. Dat echt stad en land veel meer in elkaar vervlochten is. Dus dat wij echt de natuurlijke systemen, en juist deze tijd waar wij allemaal thuis zitten achter de scherm, hoe mooi zou het zijn als wij thuis kunnen wonen en werken en leven en ook altijd tussen de middag of in de avonduren naar buiten kunnen in een mooie omgeving. Nou, dit is ongeveer wat ik wilde zeggen. Dus de kennismaken, het is gewoon afgelopen half jaar is heel veel gebeurd. Het rapport kunnen jullie vinden op het website van de Nationale Omgevingsvisie onder de programma's. Er is een mooi bijeenkomst geweest, de Bakkers de Zwijger, op 10 december vorig jaar. Er is een film over biobased bouwen, was Marco Vermeulen ook verteld over wat het is. En inderdaad, op 10 februari was er een symposium, die kunnen jullie ook terugkijken. Ik wil jullie aandacht ook voor 31 maart, dan is er een Novi-dag, die Angelique, die is ergens hier ook in de call, die organiseert dat. Dus dan kunnen jullie zeker iets meer over weten. Maar vandaag hebben we het over verstedelijking. En hoe kunnen we andere transities in dat koppelen aan deze opgave? Ik ben heel benieuwd te horen hoe wij daarmee ruimtelijk ook die andere transities kunnen versterken. En een tweede vraag is, wat staat ons in de weg om dat te doen? En wat zou kunnen helpen? Dus ik wil eigenlijk nu stoppen met delen. En wie wil hierop reageren?